Jullie zijn helemaal gek. Is dat een... Is dat überhaupt een rat? Het is gewoon een fucking konijn. Ah! Wat de fuck? Nee, dit kan niet, jongens. Dit kan echt niet. Hey, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van First Fear. Mijn naam is Susima en iedere week ga ik samen met iemand anders zijn of haar angsten overwinnen. En het maakt niet uit wat jouw angst is, we gaan het gewoon doen. Dit is First Fear. En vandaag samen met niemand minder dan Keizer. Hoe is het? Gaat het goed? Ja, lekker. Jouw allergrootste angst gaan we vandaag overwinnen. Ja, en dat is? Vuile ratten met gebochelde ruggen. Vieze, lange staart die dik is en dan dun. Vreselijk. Is jouw grote angst ook? Het is echt serieus maar ook mijn grootste angst. Het is wel de bedoeling dat je me moet steunen. Ik weet het, Keizer. Ik weet het. Die angst voor muizen en ratten is sinds vroeger eigenlijk. We hadden een muizenplaag bij ons in de buurt. En elke keer als er dan een muis of zo ergens liep, dan schreeuwde mijn moeder of en dan schrok ik daar weer van. En dan die angst heb ik echt meegekregen gewoon, van jongs af aan. Ken je die geiten, wanneer ze schrikken dat ze gewoon verstijven en vallen? Ik denk dat als een rat nu naar mij toe rent, dat ik direct hier op de grond val. Gelijk, geen wegrennen, niks. Alles valt uit, gewoon shut down, op de grond, gone. Kunnen we dan afspreken dat om... Kijk, jij moet natuurlijk de persoon steunen die in het programma komt. Dus dat jij dan als eerste, zeg maar, laat zien van je overwint het, toch? En dan doe ik het. Dan heb je me weer een stapje verder gebracht. Weet je, wat moet, want je bent de gast vandaag, dus we gaan het gewoon doen. Dan kunnen we gelijk naar binnen, man. Hi. Hoi. Hi. Geertje. Hoi, Geertje. Ja, daar zijn we dan. We zijn hier om Keizer zijn grootste angst te overwinnen. Het is ook mijn angst, ratten. En jij kan ons daarbij helpen. Ja, ik weet heel veel over ratten en het zijn echt superleuke dieren. Ja. Straks wil je er een mee naar huis nemen. Dit is niet waar. Dit is niks van waar. Maar waarom zijn mensen zo bang voor ratten? En mensen worden natuurlijk heel vaak bang gemaakt en door die lange staart... Ja. Die ze hebben, dat vinden eigenlijk de mensen eng. Ja. Maar ratten zijn in principe hele trouwe kameraden. Ze kunnen zelfs nog trouwer zijn dan een hond als je goed bent voor een rat. Je kan hem overal mee naartoe nemen. Hè? Dus het is gewoon een heel gezellig dier. Ik weet zeker, jullie het echt geweldig gaan vinden. Nee. Mijn stiefvader, en het grappige is dat ik toen nog gewoon naar ratten kon kijken, zeg maar. Het was heel lang geleden in Suriname en zaten op de veranda. En dan zo een beetje ver, zo zag je altijd ratten zo rennen naar de prullen, naar de vuilniszak en zo, weet je. En toen heeft hij me op een dag gezegd van, ja, moet je mij het kijken hoor, die ratten, gevaarlijke dieren. Die grijp je, springen zo naar je strot en dan hebben ze je vast hier. En ik denk, ja. En ik denk dat daar ergens dat het mis is gegaan in mijn hoofd. Ben je er klaar voor, Keis? Nee, natuurlijk niet. We moeten het toch even gaan doen. Dus zullen we maar gewoon gaan? Ja. Oké. You can do this. Jij ook? Wat denk je, you? Jij, wie? Nou, Keis, er staan 3 bakken hier voor ons. Ja. Wat we zo gaan doen, we gaan ze om de beurt gaan we ze zo meteen onthullen. Ik sta echt te trillen. Ik weet niet hoe het bij jou gaat, maar ik kan dat moeilijk verbergen. Dus ik weet niet hoe mijn reactie zal zijn. Ik probeer tegen mezelf stoer te praten in mijn hoofd. Ah, kom op, jongens. Op dit moment lukt het nog wel aardig. Ben je klaar voor de eerste? Ja, let's go. Ja? Ja, weet je wat? We doen het samen. Laten we het samen doen, oké. Dat is eerlijk. Maar het moet wel voorzichtig voordat niet de bak over lang, ons heen... Niet te lang, okay, nee, maar... 1, 2, go! Oh, dit zijn muizen. Oei! Nee! Oei! Eerste deksel ging open en ik zag die vieze kleine muizen gewoon. Ik ga weer helemaal terug in de tijd dat mijn tante aan het schreeuwen was en mijn moeder en ik ook nog op de bank staan te springen. Even serieus. Wacht even. Ja, dit zijn tamme muisjes, zijn kleurmuisjes. Dus die kwam je niet tegen in de muizenplaag. Probeer hem even aan te raken. Je bent echt niet baas, toch? Oh. Die witte, ga voor die witte. Wacht even. Ik voel die zelfs. Het is fucking smerig. Ik heb hem wel getikt volgens mij. Ik heb hem wel aangeraakt. Ja, oh, wat erg. Ja, dit is goed zo. Ik moet jou ondersteunen, maar dit is echt... Ja, doe maar. Dat helpt misschien ook wel. Maar laten we met deze beginnen. Dan hebben we die ook gehad. Kom dan. Moet ik dit ook? Tegelijk, als eerlijke. Ik ga... Ja, dat is anders. Want dit is veel groter natuurlijk, hè. Dat is geen muisje meer. En dan heb ik begrepen dat dit een ratje was. Een ratje. Een baby ratje. Fucking ding is zo groot, man. Het lijkt gemuteerd met rode ogen nog en shit. En speels.
En dat is gevaarlijk. Stel je voor dat Geertje niet op tijd is. En dat hij opeens gewoon springt en je bij je strot pakt. Wil je deze ook aanraken? Dat is geen ratje, Geertje. Hoe kan je dat een ratje? Kijk. Wacht even, Geertje, wacht even, wacht even, dan. Wacht even, wacht even, heel even. Wacht even, dan. Heel even. Hij is gewoon, het ding is dicht, jongen, het ding is open. Ah! Wat doe je, man? Oh, wat erg. Ik ben gestort, man. Geertje, kan je hem alsjeblieft terugzetten? Ik wilde gewoon echt weg en kijk ze er achteraan. Gadverdamme, echt. Misschien moet zij hem vasthouden, dat je hem dan aantikt. Ja, dan moet is ik hem daar. Vasthouden? Als zij hem vasthoudt, dan dat jij hem aanraakt. Dat met zijn hoofd de andere kant op. Nou, dan durf je toch wel hier aan de achterkant, zo. Kijk eens hoe lief. Neem hem op je schouder. Nee, 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 wacht even dan. Hand zo, hand precies zo. Goed zo, ja! Hij heeft het gedaan, oh mijn god. Kom maar bij, Kees. Oei, jongen, even serieus. Wat erg. Hou op, alsjeblieft. Oké, okay, nou echt. Oké, let's go. Kan niet meer. Wat is dit? Oh, jullie zijn helemaal gek. Is dat een... Is dat überhaupt een rat? Het is gewoon een fucking konijn. Het is echt geen rat. Echt waar. We worden voor de gek gehouden hier. Want rat 3, konijn 3 is geen rat. Wat een knaffertje. Ik kan niet. Ik vind jou wel leuk. Ja, maar hou hem even zo dan. Ja. Juist, jij hebt het wel gedaan. Ja, 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 ja. Dit komt nooit goed. Echt niet. Ik heb ze aangeraakt nu. Ik denk niet dat, dat er iets is veranderd, man. Wat vond je nou het engst? Ik dacht eerst die, omdat die groter is. Ja. Maar deze is een soort van, weet je, dat die springt snel in je shit en shit. Ja. Deze is, deze... Het is gewoon sloom. Ja. En donzig. Ja. Nog steeds vies. Kijk, we hebben ze gezien. Ja. We hebben ze zelfs aangeraakt. Ja. Maar dit was het niet. Ja. Ben je klaar voor de volgende stap? Als jij er klaar voor bent. Ik zeg, we moeten, dus let's go. Oké. Dit zijn hamsters, toch? Ze hebben alleen maar te knagen. Nee, dit zijn ratten, toch? Ja! Ah! De beste manier om van je angst af te komen is natuurlijk om je in het diepe te gooien. Dus we gaan zo het kamertje binnen waar ze denken dat we de ratten een gezondheidscheck gaan geven. Maar niks is minder waar. Is dat een rat? Ah! De deur gaat open. Ik zie ratten komen naar binnen sprinten. Ik moet weg. Ah! Wat doe je? Nee, 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 dit kan niet, jongens. Dit kan echt niet. Dit kan niet wat jullie nu doen. Echt niet, oprecht gewoon niet. Jullie zijn helemaal in de war, man. Ik zweer het je. Wacht, wacht. Mooi gespeeld, hoor. Deur op slot doen. Sta je dan. Echt, die stond maar te trekken aan die deur. Gadverdamme, man. Gadverdamme. Hallo. Hij is toch gewoon de cameraman zijn schoenen te knagen. Hou op met me gewoon. Ah! Sta als een kleine huisvrouw hier zo. Oh mijn god. Hoe niet zo? Daar had ik mijn voeten net op. Oh mijn god, niet springen. Niet, blijf gewoon daar. Dichtbij. Nee, niet kijken. Oh, wat erg. Oh mijn god, nee. Ik vind het echt een tering erg. Oh. Nee. Ah, springen. Oh mijn god, hij zit te kijken. Oh nee. Oh, wat erg. Oh, wat is het erg! Ah, ik voel me echt een lul bitch, man. Nee, ik ben gestopt met drinken, maar ik heb echt een bierie nodig. Ja, beste mensen, dat wisten jullie niet. Keizer is gestopt met drinken. Wat er zojuist is gebeurd, we zijn gewoon allebei genaaid. Ik snap ook niet wat het nut was eigenlijk wat ik heb gedaan vandaag. Ik ben alleen maar banger voor ratten geworden. Ik ben hier gekomen gewoon van, mwah, rat. Oké, okay. Ja, heel vies, een rat. Kijk eens, nu ben ik doodsbang, beste mensen. Dus weet je hoe je mensen over de angst helpt? Dat doe je door dit te doen. Hey, kijk eens, een rat. Kom maar, wanneer jij er klaar voor bent. Kom, ben je er klaar voor? Kom maar, even aan. Laat je toch niet 10 ratten los in een fucking kleine hok. Maar ik heb nog nooit zo lang in een ruimte gezeten. Stil gezeten vooral, ook al was ik aan het schreeuwen en alles. Met zoveel ratten om me heen. Ik heb ze dus ook gewoon echt geanalyseerd. Ze zijn niet, ze bijten en knagen niet.
eigenlijk vind ik wel dat we ze nog moeten vasthouden. Ik durf het gewoon bijna niet te zeggen, maar... Zal ik je gewoon eerlijk zeggen, Wassima? Nou... Het kan me helemaal geen moer meer schelen, volgens mij. Ik heb volgens mij geen gevoel meer in mijn lichaam. Alles is uit. Ik ben volgens mij mentaal verlamd. Ja, laten we ik gewoon zou maar zeggen, gaan kom dan. Maar gewoon naar binnen, ja. Ratje vasthouden. Let's go, man. Geertje, ik ga echt niet liegen, maar wij zijn er echt helemaal klaar mee. Ik denk dat we toch voor de laatste stap moeten gaan. En dat houdt in dat we het beestje moeten vasthouden. En dan zijn we, dan hebben we denk ik wel echt iets gaan wat we allebei nooit van tevoren hebben gedacht. Oké, kom maar. Ik ga ook niet, maar ook niet in mijn haar dat hij gaat kruipen. Nee, kom maar, nee, kom maar, Geertje, op. Kom ja. op. Ah, wacht even, maar oh nee, wat is dit erg. In één keer en dan ook meteen, hoppakee, eraf. Ja. Ik ga niet kijken. Kom maar. Jawel. Kom maar in één keer. Oh, is het erg. Help me af. Ze staan kroot op je arm. Auw, wat? Oh, is niet erg. Oh, wat is dit kut. Oh. Oké. Ik ben gewoon fucking aan het trillen, maar je kan dit echt. Kom maar. Zo of zo wil je? Ja, je kom. Wat? No! Ah! Wacht even, daar. Kom nou. Oh, wat erg is dit. Oké. Kijk dan wat we doen, Geertje. Ja. Je zet hem zo met zijn kop naar die kant. Hop. Ja, ja. Even erop zo, tjap. En dan... Oké. Kom ik hier kijk, dan. Ik kijk wel hoe lang ik kom. Kom maar, geef maar een hand. Dat is een stoere jongen. Oké, goed. Hou vast. Heel goed. Even. Ja. Zo trots. Oké, is goed. Goed, hè? Ja? Is goed, ja. Wil je het? Ja! Ai, 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 Geertje. Geertje. Nee, nog een beetje. Nog een beetje zo. Ik wil wel nog een keertje, omdat hij het ook heeft gedaan. Ik ga hem toch op mijn andere arm ook doen. Ja, ja? Ik ga hem ook op mijn arm. Nu ga ik één arm, zeg maar. Oké, zo? Of zo? Nee, toch? Zo? Doe maar zo, ook andersom. Ja, kom zo? Maar. Ik ga gewoon één keer. Kom maar, Geertje. Ja, kom maar. Oeh. Oké, ja. Oeh. Let's go, kom. Direct. Hatsakete! Oké. Ja, mooi. Mooi. Nou, pa. Yes. Yes. Ja, yes. Master. Echt, we hebben het wel echt gedaan. Geertje, dankjewel. Keizer, je hebt het wel echt gedaan. Dankjewel, Geertje. Dankjewel, Simon voor het steden ook. Mijn angst is er nog steeds. Maar zeg maar, ik denk voor de tamme ratten. En minder. Zou ik wel eens gewoon kunnen zeggen van. Die heb ik op mijn arm gehad, joh. En dat was het dan voor vandaag. Vond jij dit een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren op het First kanaal. Keizer, dankjewel. Geertje, dankjewel. En ik zie je volgende week weer. We're out. Ciao. Adios. Ik wil gewoon tv kijken. Kindershowtjes en zo. Een paar leuke programma's. Ik wil FIFA gaan spelen. Ik wil dat deze dag gewoon voorbij is. Ik eet chips. Ik eet nooit chips. Waarom de fuck eet ik chips, Brit? Ik eet nooit chips. Ik heb net water gedronken. What the fuck? Kom op, ik wil naar huis. Ik wil stoppen met dit. Het is genoeg geweest.